Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. In deze video alle details van de Peugeot Django. We hebben niet zomaar een kleur gepakt. Dit is de Satin Cherry Red. En dan uitgevoerd met witte racestrepen. En zo komt hij eigenlijk origineel binnen vanuit Peugeot. Dus het is geen custom kleur, gewoon een standaard kleur. Laten we beginnen met de sleutels. Dit zijn niet de sleutels van mijn nieuwe auto, maar dit zijn de sleutels van de Peugeot Django. En dat hebben ze wel heel erg leuk gedaan. Dit ziet er toch wel een stuk luxer uit dan bijvoorbeeld de sleutel van een Vespa. Nou, de reservesleutel, die is wel vrij standaard. En die gaan we nu even gebruiken om het contact aan te zetten, zodat we jullie de verlichting kunnen laten zien. Aan de voorkant zien we een halogeen koplamp. Als we iets verder naar beneden kijken, dan zien we hier LED-verlichting zitten en dat is dagrijverlichting. Nou, en natuurlijk hebben we de kniplichten aan de voorkant. Die zijn volledig LED en maken ook nog een geluidje. Ik zet de richtingwijzers even naar rechts toe. En kijk hier nu aan de voorkant. Daar zie je ze nu knipperen. Ja, hebben ze erg leuk gedaan. Misschien had er voor het mooie nog een LED-koplamp in kunnen zitten. Maar het ziet er wel heel erg gaaf uit. Bij Peugeot hebben ze een digitaal display gecombineerd met een analoog display. En dit geeft hem wel echt een hele retro look. Nou, laten we hier even beginnen. De verlichting staat standaard aan, maar we kunnen wel nog switchen naar groot licht. En dat geeft hij ook aan op het display. Nou, de richtingwijzers hebben we net laten zien aan de voorkant. En die geven ook een piepje. En als je hem indrukt, dan gaat hij weer uit. Nou, hier zit de klakson. En hier hebben we nog alarmlichten. Niet heel veel scooters hebben dat. Wel bijvoorbeeld de elektrische Nio scooters, maar de Django heeft dat dus ook. Nou, dan zie je dat beide richtingwijzers aanstaan en dan maakt hij ook weer hetzelfde geluidje. En we hebben uiteraard de startknop en we zullen later in de video ook nog even het geluid laten horen. Qua display hebben we de snelheid, dus je kunt zien hoe hard je gaat. Hij geeft de tijd aan. Hij heeft ook nog een temperatuursensor en dat is wel ontzettend leuk. Het is vrij warm binnen zoals je kunt zien. En zoals je ziet, deze staat nu klaar om afgeleverd te worden. Hier staat nu 1 kilometer op. Nou, hij geeft nog digitaal de brandstof aan. Hier waren de lampjes voor je richtingenwijzers. We hebben hier nog, nog het andere lampje voor de richtingenwijzer. Dus we hebben links en we hebben rechts. We hebben nog een motor management lampje. En we hebben hier het lampje voor het grote licht. Nou, als laatste hebben we hier nog een knopje. Als we daarop drukken, dan gaat hij naar tripafstand A. En dan gaat hij weer naar kilometers. Stel dat je nou die tripafstand A inhoudt, dan gaat hij naar 0. En zo kan je bijvoorbeeld kijken wat je per week rijdt of wat je bijvoorbeeld op een tank rijdt. Qua contactslot heb je 3 standen. Als je de sleutel normaal naar links draait, dan gaat het zadeltje open. En we zullen straks nog even de ruimte onder het zadel demonstreren. Als je nou de sleutel naar rechts draait, dan gaat het contact aan. En nu hoor je het injectiesysteem. Als je de sleutel terugdraait, je doet het stuur naar links toe, je duwt de sleutel in en je draait hem naar links en je haalt vervolgens de sleutel eruit, dan staat hij op stuurslot. Peugeot heeft nog wat leuks bedacht. Als je deze nou induwt, dan komt er een tassenhaakje tevoorschijn. Nou, deze duwen we even terug. Als we vervolgens hier de sleutel erin steken en we draaien de sleutel naar rechts toe, dan gaat de rechterkant van het dashboardkastje open. Draaien we hem nou naar links toe, dan gaat de linkerkant van het dashboardkastje open. Nou, en wat zit erin? Aan de rechterkant hebben we eigenlijk een vakje waar je bijvoorbeeld je mobiel kan leggen. En we hebben hier nog een 12 volt aansluiting. En daar hebben we eventueel adapters voor, dat je er eenvoudig een USB aansluiting van kan maken. Als je hem nou dicht duwt, dan zit hij weer op slot. Dat werkt echt super mooi. Aan de linkerkant hebben we de tankdop. En als we die eraf draaien, dan kunnen we uiteraard brandstof tanken. Zoals we aan het begin van de video vertelden, is deze Peugeot Django echt een vrij grote scooter. Maar past er dan ook een potje of een integraal helm onder het zadel? En dat gaan we jullie natuurlijk gelijk even laten zien. We zullen straks nog even inzoomen in de buddybak, dat jullie ook even beeld hebben hoe die eruit ziet. Laten we beginnen met het Italiaanse potje. Dus dit is echt het retro helmpje. Als je een beetje kijkt naar de productfoto's van Peugeot, dan zie je dat dit helmpje het meest gebruikt wordt in advertenties. En dat heeft een beetje te maken met de look die ze willen schetsen. Laten we het proberen. Nou,
Ik heb echt ruimte genoeg. Het helmpje ligt erin. We zullen straks nog even inzoomen. Maar dit gaat echt gewoon makkelijk. Je hebt ook nog ruimte voor een kettingslotje. Dan leg ik deze helm even achterop. Dit is de integraalhelm. Nou, deze is wel natuurlijk gewoon een stuk veiliger. Misschien iets minder mooi qua design, maar wel gewoon een hele veilige helm. En deze past gewoon niet in elke scooter en dat is vaak wel eens jammer. Nou, deze leg ik er nu in. En dit is altijd even spannend of het past. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Nou, je moet ietsje kracht zetten, maar dit gaat gewoon top. Dus er past zowel een potje als een integraalhelm in. En dat is wel heel erg fijn. Laten we gelijk even inzoomen en jullie laten zien hoe dit eruit ziet. Nou, ik heb hier nu de integraalhelm erin liggen. En zoals je ziet heb ik hier ook nog ruimte voor eventueel een kettingslot. Nou, dan haal ik de helm eruit en dan pak ik even het potje. Nou, zoals je kunt zien past die er ook gewoon makkelijk in. Voor de medepassagier is deze scooter ook voorzien van duo voetsteuntjes. En die kun je heel gemakkelijk naar buiten klikken en weer naar binnen klikken. En dat is erg comfortabel voor de gezellige medepassagier. Qua achterlicht is deze scooter voorzien van een volledig LED achterlicht. Nou, het is dus een Euro 4 uitvoering volgens de laatste milieueisen. En een verplichting daarvoor was ook kentekenplaatverlichting en die zit hier ook op. Nou, net zoals de voorkant heeft deze Django ook aan de achterkant LED knipperlichten. En die gaan we jullie gelijk even demonstreren. Hij gaat wel weer een piepje geven. Maar dat ziet er toch wel weer heel erg mooi uit. Qua motorblok zit hier het allernieuwste injectiemotorblok onder vanuit Peugeot. En dat is eindelijk weer een goed motorblok van Peugeot. We hebben een paar voorlopers gehad die niet heel erg best waren, maar dit is echt gewoon weer top. Verder zien we nog een bokstandaard en een zijstandaard. Aan de achterkant is deze Django voorzien van een trommelrem. En aan de voorkant zien we een schijfrem. En we krijgen altijd heel veel reacties op de kickstart. Want die zit natuurlijk bij veel injectiemodellen niet, maar bij deze Peugeot zit er dus wel een kickstart op. Nou, als laatste, de tank hebben we natuurlijk al laten zien. Maar bij deze grote scooter hoort ook een grote tankinhoud van maar liefst 8,5 liter. Qua afwerking zit deze Peugeot gewoon lekker in elkaar. Ze gebruiken wel heel veel kunststoffen. Dus bij de Vespa zie je natuurlijk dat ze veel metaal gebruiken in combinatie met kunststof. Het is eigenlijk alleen Vespa die dat doet. Deze scooter is dus helemaal voorzien van kunststof, maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Ook als we kijken naar het zadeltje. Ja, dan zien we toch al dat ze erg hun best hebben gedaan. Een ruime zit van achterop en we gaan gelijk kijken hoeveel beenruimte we hebben. We hebben het natuurlijk al een aantal keer genoemd, maar deze scooter is echt gewoon erg groot. Ik ben zelf 1,94 meter. Nou, wat je kunt zien is dat ik gewoon voldoende beenruimte heb. Ze hebben hier nog een uitsparing gemaakt voor mijn voeten, dus ik kan nog een beetje naar voren zitten. En ik heb ook voldoende ruimte tot het stuur. En wat helemaal mooi is, als we kijken naar het zitvlak voor achterop, dan heb ik echt voldoende ruimte voor een gezellige medepassagier. En die kan zijn voeten heel comfortabel kwijt hier achter op deze stepjes. Dus kortom, voor twee personen is dit wel echt een topscooter. We zijn ongetwijfeld nog wat details vergeten, maar heb je nou nog vragen over deze Django? Laat het weten onder deze video. Nog even in het kort. De Peugeot Django is leverbaar in twee uitvoeringen. Eentje zonder helmplicht en eentje met helmplicht. Verder is die nu te bestellen in 3 kleuren. En die kleuren kunnen jullie weer terugvinden bij ons op de website. Vonden jullie dit nou een leuke video en willen jullie meer van dit soort alle details video's zien? Laat het ons gerust weten. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. We gaan super hard. We gaan richting de 5000 abonnees. En daar zijn we echt mega super trots op. En dan zien we elkaar natuurlijk gewoon volgende week maandag.